De Afsluitdijk beschermt Nederland al bijna 90 jaar tegen overstromingen. Maar is ook belangrijk voor natuur, economie en verkeer. Het iconische bouwwerk tussen Noord-Holland en Friesland kent vele verhalen. Van pioniers, harde werkers, bewoners en schippers. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Dit is het verhaal van Koen van Bolhuis. Al zo'n 25 jaar komt hij hier bij Kornwerder Zand om te kitesurfen. De passie voor de sport zit bij hem zo diep dat hij van het kitesurfen uiteindelijk zijn werk heeft gemaakt. Ja, het is gewoon die kracht. Het is elke keer zeg maar het rondje opziek je. En ja, dat geeft een oer hin. En nou, als het dan slaggen. Ja, dan geeft het gewoon een heel goed gevoel. En dat is het mooie van het kiten. Elke keer weer die progressie en elke keer weer ja, die kick. Kom, sta je hier al lang? Ja, ik kom hier al, ik denk wel 24 jaar. En ik ben hier in Makkum en dit is gewoon mijn achtertuin. Dus ik stap gewoon sinds maar uit mijn huis, ik wandel hier de dijk oer en ik ging kiten. En op een gegeven moment heb je voor die hobby die werk maken? Ja, ik heb van mijn hobby mijn werk maken, want ja, ik denk van deze gewoon een hartstikke kicken. En als ik nou hier een baan nice gaan doen, heb ik geprobeerd. Maar dan heb ik gewoon geen type meer om al die wielen te pakken. Het waait net altijd. Dus als het dan op de eerste die waait, ja, en best aan het werk tot 4 uur, ja, dan kun je zichzelf wel opfretten. Dus dat werkt net. Dus als je echt die verslaving hebt, ja, dan was ik gewoon kitesurfen. En toen? Ja, toen dacht ik van shit, dan maak ik toch weer een hobby mijn werk maken. Want ja, met wel geld op het matje komen. Ja. Dus ben ik met mijn eigen kiteskwallen start in 2008. En dat deed op het moment hartstikke goed. Ja, hoe kan dat? Ja, kitesurfen is natuurlijk een sport, een bucketlist sport. Mensen willen dat dwan, die denken er al een hele tijd om nee, om dat een keer te dwan. En natuurlijk, ja, in deze tijden, ja, iedereen bleef hier in Nederland op vakantie. Ja, die willen gewoon wat dwan. Dus dit is natuurlijk een uitgelezen kans om dus dat kitesurfen een keer op te pakken. En dit gebied, dus het wordt je steeds... Ja, het wordt je steeds drukker en drukker en dat komt gewoon omdat het kitesurfen wordt populairder en er komen geen kitespots bij. Dus de mensen die leren dat, die wen je in Amsterdam en die krijgen les in Zandvoort, die hebben daar een les in de golven. Die denken, oh my god, wat is dit heftig. Dan praten ze mij in en die zeiden van, nou ja, ik is beter even op het IJsselmeer proberen bij Kom weer de zon. En dan is het ondiep. Geen golven en dan kun je gewoon lekker rustig even oefenen. En daarom komen al die mensen die komen hier naar daar om te oefenen. Ja, en het is Friesland heeft gewoon ja, heel veel faciliteiten om zeg maar dat te bieden. Campings aan de locatie. En ja, dat heeft wel nodig om zeg maar die recreanten ook weer een plaats te bieden om te verleeuwen. Dus voorlopig komt ze hier nog wel even dus? Ik blijf een heel leuk kiten. Kist kijken tot in wanneer 80 bent, kist nog steeds kijken. Als je natuurlijk fysiek natuurlijk persoon bent, hè, dat heeft natuurlijk wel volgens mij te maatje. Maar ik denk dat ik mijn hele leven blijf kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en de nieuwe Afsluitdijk.